Nijmegen is gestart met de eerste fase van de wietproef. In deze proef wordt er alleen legaal geteelde cannabis verkocht. Ik heb met de coffeeshophouders afgesproken. 15 augustus steek ik eigenlijk de pijlstok erin. Als dan blijkt dat de kwantiteit, de kwaliteit, de diversiteit niet op orde zijn, dan kan het zo zijn dat Nijmegen misschien alsnog zegt, daar gaan we niet starten midden september met experiment, want dan raak ik echt letterlijk van de regen in de drup. En verder in het nieuws vandaag. Millingen loopt uit voor jaarlijkse traditie rondom jonge ooievaars. En het Goffertpark maakt zich op voor de concertreeks van Rammstein. Het experiment gesloten coffeeshopketen, beter bekend als de wietproef, is vandaag van start gegaan in Nijmegen. De komende jaren verkopen de Nijmeegse coffeeshops alleen nog maar legaal geteelde cannabis. Tijdens het experiment van 4 jaar wordt er gekeken of de gesloten coffeeshopketen goed werkt voor zowel de coffeeshops, de consument als de gemeente. Op dit moment zit gemeente Nijmegen in de overgangsfase van de landelijke wietproef. In september start het experiment met een gesloten coffeeshopketen. Legaal geteelde wiet wordt verkocht in de coffeeshops. Nu eerst een periode om te testen of de telers voldoende diversiteit en kwaliteit kunnen leveren voor de juiste prijsstelling. Vanaf de teelt van de softdrugs tot aan de verkoop in een coffeeshop, dat je dat allemaal onder een officieel stempel, met een officiële vergunning gaat doen. Dat betekent dat er dus ook officiële telers gaan komen, niet schimmige criminelen, maar officiële telers die de drugs gesield in zakjes met nummers en zo goed te volgen naar de coffeeshop brengen en die verkoopt het dan. En de overgangsfase is inderdaad dat we de legale producten en de oude producten samen nog mogen verkopen. En het experimentfase die begint pas als er voldoende voorraad is en voldoende kwalitatief goede spulletjes. Zodat we alle klanten in hun behoefte kunnen voorzien en dat de spulletjes niet op de illegale markt worden gekocht. Want de voorraad van de legale telers is voor de coffeeshops op dit moment nog onvoldoende. Er zijn slechts 3 van de 10 telers actief. Maar dan is het wel heel belangrijk dat we producten krijgen die aansluiten op de behoeften van de consument. En als dat niet het geval is, zal de consument toch zijn heil gaan zoeken in het illegale circuit. Ik heb met de coffeeshophouders afgesproken, op 15 augustus steek ik eigenlijk de pijlstok erin. Als dan blijkt, mede op de signalen die jullie afgeven, maar ook wat wij natuurlijk zelf horen, dat de kwantiteit, de kwaliteit, de diversiteit, of 1 van die 3 of alle 3 tezamen niet op orde zijn, dan kan het zo zijn dat Nijmegen misschien alsnog zegt, daar gaan we niet starten midden september met experiment, want dan raak ik echt letterlijk van de regen in de drup. Van een gedoogde situatie naar een legale situatie. Voor iedereen een flinke verbetering. Ik denk voor consument, voor maatschappij en voor ons dat het alleen maar voordelen biedt, mits het goed wordt uitgevoerd. Eerst nu maandag gaan we beginnen, dan kunnen we ook oefenen. En dan krijg je ook vertrouwen en dan zullen er ook wat meer telers gaan komen. Zodat we half september ook echt klaar zijn. Het is ieder voorjaar weer een bijzonder moment voor de familie Gersthuizen uit Millingen aan de Rijn. Jaren geleden plaatsten zij een ooievaarsnest in hun tuin. En sindsdien wordt deze ieder seizoen trouw bewoond. Om de dieren te herkennen krijgen ze allemaal een ringetje om hun poot. Deze ringen worden aangebracht als de ooievaars nog te jong zijn om te vliegen, zodat ze makkelijk te pakken zijn. Het zorgt jaarlijks voor veel bekijks in de achtertuin van de familie. Doordat op dit moment ook de avondvierdaagse plaatsvindt in Millingen aan de Rijn, zijn er deze keer niet zoveel kinderen aanwezig als normaal. Maar aan familie en vrienden geen gebrek. Iedereen wacht met spanning op het moment waarop ze een glimp van de ooievaars kunnen opvangen. Want het blijft natuurlijk bijzonder, zo'n gezinnetje in je tuin. Ja, dat is natuurlijk een cadeautje, hè. Zo dicht bij de bewoning woont de wereld. En dan, zo'n koppel. En ze hebben ook een naam. Hannelore en Hendrik. En dat is eigenlijk al 13 jaar lang dat ze hier zitten. En het nest is ooit hier gekomen in 2006. Toen onze oudste zoon geboren werd. Een vriend van mij is manden maken. En die had zijn mand voor aan de straat neergezet. En ik zag daar wel eens daarachter in de wei, zag ik wel eens ooievaars fourageren. Ik dacht, hé, dit is misschien een kans. Wanneer er jongen worden geboren, is het dus zaak om deze een ringetje te geven met een nummer erop. Zo kan het gedrag worden gevolgd, de verblijfplaatsen en hoe de vogels leven. Maar natuurlijk is het ook voor de buurt ook ieder jaar weer iets om naar uit te kijken. Ja, het is een soort traditie geworden.
En ja, normaal doen we dat samen met Kekerdom. Maar Kekerdom, naast in Kekerdom heeft de laatste jaren wat moeite. Dus vandaar alleen hier in Millingen. Maar ja, normaal doen we dat samen. En ja, het is een traditie. We maken er gewoon een feestje van. En ja, gezellige bedoeling om zo samen hier te zijn. Het maakt het natuurlijk extra leuk dat de ooievaars nog zo jong zijn. Maar dat heeft ook een praktische reden. Ja, dit is eigenlijk het enige moment waarop je fatsoenlijk een ooievaar in handen kunt krijgen. Zodra ze volwassen zijn, dan lopen ze in het veld. Ze zijn heel erg groot. Ze zijn niet zo makkelijk te vangen. Het kan wel, maar het kost heel veel moeite. Dus ja, dit is eigenlijk de meest eenvoudige manier. We halen ze van het nest, we nemen ze mee naar beneden. Daar geven ze een ring. We nemen een aantal maten. We kijken hoe groot ze zijn, hoe fit ze zijn, hoe goed ze het dus eigenlijk als jong doen. En daarnaast weten we van deze ooievaars dus waar ze geboren zijn. En dat is altijd, hoe meer je van een vogel weet als je hem ringt, hoe mooier het eigenlijk is. Want ja, hoe beter je iets over zo'n vogel kunt zeggen. En natuurlijk is er naast kijken ook ruimte om de kleine ooievaars even aan te raken. Hey, jij mocht net de ooievaar vasthouden of even aaien. Hoe voelde dat? Lekker. Lekker? En hoe voelde dat dan? Heel zacht. En hoe vond je het om die ooievaars van dichtbij in het echt te zien? Ja, leuk. Ja. In het Nijmeegse Goffelpark wordt momenteel hard gewerkt aan de opbouw van de concerten die Rammstein deze week zal geven. Dinsdag en woensdagavond treedt de Duitse metalband op als onderdeel van een Europese stadiontour. 2 jaar geleden stond Till Lindemann en zijn band ook al 2 maal in de Goffert voor dezelfde tour. De dinsdag is helemaal uitverkocht. Voor de woensdag zijn nog enkele tickets beschikbaar. De prijs hiervan beginnen bij €105. Een 20-tal bouwvakkers heeft zaterdagochtend de leden van krakerscollectief Jantien verwijderd uit het pand van voormalig bioscoop Carolus aan plein 44 in Nijmegen. Vervolgens hebben zij de ingang geblokkeerd met cementblokken. Dat meldt Jantien zaterdag in een statement aan RN7. Michael laat weten dat de groep aangifte heeft gedaan wegens huisvredebreuk. De politie heeft aangegeven niet te handhaven voordat deze geïnstrueerd wordt door justitie. Jantien verbleef inmiddels sinds 1 mei in het bewuste pand. Vandaag meldt Dagblad de Gelderlander dat de krakers inmiddels via een ingetikt raam weer hun intrede hebben gedaan in de bioscoop. De politie zou hier niet op acteren. De gemeente Nijmegen is de winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2024. De jury wees Nijmegen aan als winnaar omdat deze gemeente het Post 65 erfgoed als gelijkwaardig onderdeel van de gemeentegeschiedenis ziet en behandelt. De prijs wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid. Het hing al even in de lucht, maar nu lijkt het zeker. Jasper Cillessen verlaat zijn grote liefde NEC en keert terug naar Spanje. De 35-jarige doelman van NEC maakte de stap naar Las Palmas, dat afgelopen seizoen nog 16e werd in de Spaanse competitie. Cillessen keerde in 2022 terug naar NEC met als doelstelling om met zijn club Europees voetbal te halen. Lange tijd werd er gedacht dat de doelman hier wel zijn carrière wilde afsluiten bij de club waar hij in 2011 debuteerde. Dit lijkt nu niet te gaan gebeuren met de keuze om terug te keren naar Spanje. Cillessen zal maandag zijn medische keuring ondergaan en later gepresenteerd worden bij de Spaanse club Las Palmas. Goed. Contact met de buren. Bij de een wordt de deur platgelopen en de ander weet niet eens wie er naast hem woont. Dat is wel even anders in de Nijmeegse wijk Lindehold. Daar hebben niet alleen de buren goed contact, niet de straat of de wijk, maar het hele stadsdeel lijkt wel een klein dorp. Ieder jaar in juni komt dit tot uiting tijdens de Dag van Lindehold. Maar wat is nu het geheim van zo'n hechte buurt? Sinds 2008 organiseert Lindenholt ieder jaar een grote braderie, de Dag van Lindenholt, in het parkje achter de Zellersakker. Normaal gesproken spreidt het programma zich over 2 dagen, maar vanwege het EK en Vaderdag is het deze keer 1 dag. Maar daarom zeker niet minder leuk. Het is voor ons een beetje verbintenis. We hebben verschillende culturen hier staan overal. Het gaat van stichtings, dieren, mensen, politieke partijen. Wijkatelier wat hierachter zit, noem maar op. Een verbintenis met elkaar gezamenlijk. En het leuke is, we hebben gemiddeld elk jaar tussen de 5.000 en 8.000 bezoekers. En nagenoeg is er eigenlijk nooit iets aan de hand. Zoveel culturen en je kunt hier gewoon zien dat het gewoon samen kan.
Dat is het belangrijkste. En dat gaat veel verder dan alleen tolerantie. Iedereen kent elkaar, heeft het gezellig samen en geniet. Wat is dan toch het geheim van dat succes? Ik ken er geen antwoord op geven, zou ik niet weten, echt niet. Ja, ik heb hier gewoond tot mijn 18e en daarna 20 jaar in Millingen, maar ik ben toch weer teruggekomen naar Lindenholt. Dus ja, eigenlijk gewoon de gezelligheid, de mensen, leuk. Het is eigenlijk een klein dorp in een grote stad, vind ik. Er is heel veel te doen. En het is gewoon onderling gewoon heel leuk onder elkaar. Toch, wat vind jij leuk aan Lindenholt? De speeltuin. Jij vindt de speeltuin het leukste? Ja. Ik kom bijvoorbeeld bijna nooit meer in het centrum, omdat ik hier alles heb. Of zeg maar in de stad, dat noemen wij de stad. Winkelen en zo, doe ik allemaal hier. Ja, het is gewoon veel mensen, het is gewoon leuk. Hier om gewoon te zijn bij elkaar en nou ja, gewoon allemaal bij elkaar, ja. Dus het is vooral de mensen die bij elkaar zijn, dat maakt Lindenholt leuk, klopt dat? Ja. Ja. En misschien zijn het juist wel de kids die de mensen in de eerste plaats bij elkaar brengen. En dan volgt de rest vanzelf. Gewoon het enthousiasme, dat is denk ik de verbintenis en wat mensen gewoon trekt. Iedereen is vrolijk, iedereen vindt het leuk, iedereen vindt het lachen, iedereen vindt het gezellig. Ja. En dat is ook ons doel, klaar, we maken gewoon een gezellige, leuke dag van. Een gezellige, leuke dag met toch ook een vleugje spanning en sensatie. Hey, hoe gevaarlijk is zo'n arend? Het zijn hele fijne vogels eigenlijk. Een betere vogel kan je niet voorstellen. Maar heb je iemand die er geen verstand van heeft, zijn ze levensgevaarlijk. Ik heb gewoon een levensgrote arend van 6 kilo op mijn arm. Maar hij blijft eigenlijk wel heel erg rustig zitten. Ik merk zelf dat mijn hart nou flink tekeer gaat. Hij gaat echt flink tekeer. Maar toch voelt het ook wel weer een beetje als een overwinning. George Michael, Passenger, B.B. King of Ed Sheeran. Stuk voor stuk grote namen uit de muziekindustrie die allemaal één ding gemeen hebben. Ze zijn hun carrière op straat begonnen. Dit weekend stond er in Elst maar liefst 24 acts op straat tijdens het NK Straatmuzikanten. En misschien zit daar wel de nieuwe Ed Sheeran bij. Het is een vrolijke bedoeling in en rond de Dorpsstraat in Elst. Op een steenworp afstand van elkaar staan uiteenlopende muzikanten hun kunsten te vertonen. Solisten, duo's, groepen, sommigen rustig en gevoelig, anderen swingend of humoristisch. Het is ontstaan door Tony Dulos, dat is de initiator van het evenement. En die heeft met een paar mensen iets opgezet, omdat ze via de winkeliersvereniging de vraag kregen van willen jullie muziek verzorgen op de Koopzondag? Aanvankelijk als muziekfestival Elst. En in 2017 hebben ze gedacht, nou, wij maken een NK van. Dan moeten we ook een jurylid hebben, of juryleden. En die beoordelen dan de deelnemers en daaruit komen de winnaars uit de diverse categorieën en een overal winnaar. Zo is het ontstaan. Die juryleden lopen in duo's langs alle acts, volledig geblend in het publiek, zodat ze niet opvallen voor de muzikanten. En we willen niet hebben dat zij herkend worden door de acts, want dan gaan ze anders gedragen dan ze normaal gedragen. Want de interactie met het publiek, dat moet er gewoon zijn. En dat ligt dan aan hen. En de jury beoordeelt dat dus. En waar worden ze dan op beoordeeld? Kwaliteit van muziek, interactie met het publiek en de presentatie. En als dat alles op orde is, is de hoofdprijs al aardig in zicht. Er is te winnen de Elsta, het beeld de Elsta en een geldprijs. En we hebben een winnaar in de categorie solisten, duo's en groepen. En dan hebben we daarna een overall winnaar en die krijgt dus het stenen beeld de Elsta. Kom luister naar dit lied. Wij zijn de brokstukken.
En waarom heet jullie de Brokstukken? Omdat wij fan zijn van Corrie Brokken en wij zingen allemaal liedjes over de brokstukken van het leven. Hier staat ook een brok aan levenservaring, zoals je ziet. En ja, daar zingen we graag van. Zij kon het longen niet laten. Zij lokte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, 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 daar kwam narigheid van. Hoe is het om aan zo'n straatmuzikantenfestival mee te doen? Gezellig vooral. Het leuke is omdat je met mensen een beetje mee kan spelen. En ja, als het weer een beetje meewerkt, wordt het nog leuker. Ja. En maken jullie kans om te winnen? Tuurlijk. Wat denk je? En heeft u nou het idee dat er een nieuwe Ed Sheeran tussen zit? Er zijn er diverse, maar ja, een Ed Sheeran die is van kleins af begonnen. En die is langzaam doorgegroeid totdat iemand zegt van nou ja, dat is iemand. Maar ja, we hebben er een, Elske uit Elst. Dat kan een groter worden. Dus ja, ze moeten vallig treffen. Dat iemand wat in haar ziet. Ja. Nee, dat is de jongste deelnemer van ons. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Word jij de nieuwe Ed Sheeran? Ed Sheeran, ja, dan de vrouwelijke vorm. Maar misschien wel, ja. Dus liedjes zijn wel leuk, dus. Ja. Ja, wat is nou zo leuk aan het meedoen aan dit festival? Ja, gewoon dat je ook mensen gewoon blij kan maken met muziek. En toch wel dat ze het ook leuk vinden om je te zien staan. Dus dat vind ik wel leuk altijd om te zien, ja. Hopelessly devoted to you. Ja, na een redelijke maandag staat ons dinsdag een kletsnatte dag te wachten. De dinsdag start nog droog, maar in de loop van de ochtend trekt er een buiig regengebied over de regio, waar lokaal zelfs tot 50 mm water uit kan vallen. Koud is het niet bij zo'n 20 graden. Maar het is dus maar even de vraag of de concertbezoekers in het Troffelpark het 's avonds droog gaan hebben. Als dat allemaal achter de rug is, ziet de rest van de week er best aardig uit. Woensdag blijft het vrijwel droog met geregeld wat zon. Donderdag is er ook geen regen en is de zon zelfs volop te zien. Daarbij gaat het kwik nog iets hoger, naar zo'n 23 graden. Wordt het nu dan eindelijk zomer? Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 17 juni. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl of in de RN7 app. Morgen zijn we weer bij je terug en dan onder meer aandacht voor de opening van de nieuwe supermarkt aan plein 44 in Nijmegen. En ligt de burgemeester van Wijchen de plannen toe om zelf een AZC te bouwen. Ik zeg graag tot dan!